Zijn moeder? Oh, boven verkleden. Telt toch niks. Het is een blijft een rothuis. Ja, ik heb gelijk. Stinkmeubelen, stinkstoelen, stinktaal. Oh. Ik durf natuurlijk niet zeggen, maar nou ja, ik vind het wel. Mijn moeder heeft geen smaak. Oh, dank u zeer. Het enige leuke wat we hadden was die koekoeksklokken die ik ze weggegeven. Die hadden noemt dat Nel. U lust zeker geen veter voor. Nou, waar? Ik eet het iedere dag. Het leuk. Dank je. Pardon. Zeg, hoe gaat het met de Italiaan? Wie? Ja, Antonio. Oh, die. Pap heeft Turken. Wat? Je helpt de fabriek zijn Turken. Ik heb ze zien zagen. Oh. Dit huis is niks. Want een Helen Amersfoort heeft geen open haardvuur. Zo groot. Dat een zuster van je moeder? Nee, dat van moeder. Oh. Een gewei aan de muur. Zulke hechtige wij. Nog een stukje peperbrood? Dank je, dat is mijn taks. Hè? Ik wil van school af. Nou ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik wil verpleegster worden. Oh god, bewaar het die arme zieke. Maar mijn vader wilde ik eerst mijn eindexamen halen. Dat verdomme ik. Ah, goed gelijk, dan is het nog wat simpel. Hè? We gaan naar het ziekenhuis en zeggen hier, het ben ik, ik wil verpleegster worden. En dan beginnen ze te juichen. Nee, want ik ben pas 17. Oh, te jong, hè? Oh. Ah, dat is immers zo'n voorbereidende cursus. Overal, weet je wel. Ja? Jazeker. Hey, wil je dat? Dan help ik je. Ja, natuurlijk. Maar niet hier in de stad. Ik wil het huis uit. Oh. Nou. Zou we dan niet bijvoorbeeld in huis kunnen bij Tante Nel in Amersfoort? Tante Nel? Dan moet ik daar in huis? Nee, hoeft niet natuurlijk. Ik dacht dat ik... Lijkt me wel fijn met Tante Nel. Oh. Vrij. Wat? Ja, Tante Nel had je vrij. Oh, ja. Tante Nel laat iedereen vrij. Hoe kent u haar dan? Nee, maar ik heb gehoord, ze laat altijd iedereen vrij. Goed, dan komt dat in orde, hè? Oh, je bent een schat. Oh, leuk. Dank je. Oh, zeg, ik heb kleine hondjes. Oh, wat enig. Hé, hey, Paul. Hallo. Zeg, Pink wil verpleegster worden. Ze gaan naar Amersfoort. Hoeveel zijn het, hè? Oh, 3. En een schat dat bruintje erbij. Ga wat kijken, kom zo. Verpleegster, zeg. Wat is dat nou weer? Daar komt niks van in op, Pink. Oh, nee. Als ik iets wil, dan mag het niet. Ik ga altijd zeuren, zeuren. Maar ik doe het toch, hoor. Ik ga weer Tante Nel in huis. Tante Nel in huis? Wat kan weer Tante Nel in huis? Maar dat wil ze, Pietje. Is toch blij dat ze iets wil, hè? Oh, lach, ze weet helemaal niet wat ze enig vindt, hoor. Och, laat het gaan, dat is toch beter voor haar, hè? Voor jou. Wat is er nou? Je doet witje toch? Huh? Nou, zo gaat het nou wel door. Nee, zeg, ik ben helemaal niet tuttig. Dat vind je wel. Het komt door dit huis en antisociaal. De enige keer dat het een team werd, toen kwam de hond dan zitten met de pantoffels van je man. Dus je dan. We moeten eruit, we moeten op reis, hè? Ja, ik wil niks liever, Lars. Oké. Nou, Madagaskar ben je niet, hè? Geen pelikanen. Nou, pelikanen, nee. Zeg, wat dacht je van Italië? Ischia, Sestri, Levante, Rome. Italië, ach ja. Prachtig, ja, dat lijkt me wel heerlijk, zeg. Ja, dat vind ik wel. Maar wat moeten we met Pinky als we weggaan? Maar, oh, je hebt toch net afgesproken dat Pink... Nou, ja, zeg. Je zeurt hoor. Nee, Lars, ik zeur niet. Je zeurt. Kom. Beloof mij dat we op reis gaan, hè? Nou ja, dat beloof ik je wel. Goed. Oh, dan ga ik kijken dat Pinkie die honden niet doorknuppelen, hè? Tot ziens. Dag. Hey.